We zijn niet meer tevreden met de huidige tv-kwaliteit. We willen de bioscoopkwaliteit in huis. En we willen ook niet meer dat toestel wat zo in de weg staat. Maar we willen een kamerbreed plat beeldscherm met bioscoopkwaliteit. Dat is het einde. Dit is hoe Nederland Giet Titulaar in de jaren 70 en 80 leerde kennen. Een vooruitstrevende geest, idool van velen. Luchtvaartdeskundige Piet Smolders was samen met Titulaar betrokken bij verschillende programma's. Het programma wat iedereen kent natuurlijk, of in ieder geval iedereen heeft ervan gehoord, Wonderwereld. Wonderwereld, met die typische stem van Kriet, was natuurlijk ook een beetje zijn handelsmerk naast zijn baard. En in Wonderwereld deed ik dan, als dat zo moest gebeuren, de ruimtevaart onderwerpen. Titulaar verbaasde Nederland met voorspellingen die vaak jaren later waarheid zouden worden. Ik heb hier een rol met glasvezel. Hierop zit in totaal 15 kilometer glasvezel. Nou is dat een technologie aan het worden die heel snel in opmars is. Voor jong en oud was de zienswijze van Titulaar lang een bron van inspiratie. Jurriaan Hollar nam in 1997 deel aan het programma Buskruid, onder leiding van de futuroloog. Welkom in het kantoor van de toekomst. Een soort Big Brother, waarin jonge HTS-studenten uitvindingen doen. Ja, al toen ik een heel jong klein pikkie was, was hij mijn held. Hij is de Google van nu, was hij toen. Hij kwam met allemaal futuristische nieuwe zaken. Die toen echt veel te ver weg zijn. En nu al gewoon voor iedereen in zijn broekzak zit, bij wijze van spreken. Titulaar was volgens velen iemand met een tomeloze energie. Collega-wetenschapper Smolders herinnert zich de oneindige stroom van ideeën. Het grote verschil tussen Kriet en mij was het tempo. Ik ben meer een lage toerenman en Kriet die deed alles tegelijk. We hadden natuurlijk nog geen laptops toen, maar als wij samen in een vliegtuig zaten, dan zat hij de hele tijd te werken. Te schrijven. En dat gold natuurlijk ook voor die onderwerpen in Wonderwereld. Dat moest allemaal vreselijk kort en vreselijk snel. Eigenlijk heel modern. Tegenwoordig moet ook alles korter en sneller. Soms leek het erop alsof ik van achter eens nu en dan een duwtje kreeg. Zo snel ging het allemaal. Ook het kenmerkende uiterlijk van Titulaar droeg bij aan zijn enorme bekendheid. Als je zag waar hij allemaal mee bezig was, ja, dat kan geen normaal mens uitleggen. Hij kon dat in leekentaal prima vertalen. Ja, en dat hij er zo uitzag en zo'n prachtig accent had. Alleen maar leuk voor het image wat mij betreft. En wat iedereen ervan denkt, moet hij lekker zelf weten. Nee, nou, hij kon ook om zichzelf lachen. Hij kon om zijn naam lachen, hij kon om zijn uiterlijk lachen. Hij had natuurlijk een zeer uitzonderlijke ringbaard, zonder snor. Dat zag je al heel weinig, misschien bij een enkele Belg, maar in Nederland zag je dat nergens. En hij had natuurlijk zijn totale verschijning en hij noemde zichzelf ook een kabouter. Dus hij zat er helemaal niet mee. Eind jaren 90 verdween de wetenschapper uit het openbare leven. Een slechte gezondheid zorgde ervoor dat Titulaar een teruggetrokken leven leidde. Volgens Smolders heeft Titulaar voorvoeld dat hij niet heel oud zou worden. Soms zeggen ze wel eens dat mensen dat voorvoelen. Hè? Dat ze niet zo vreselijk oud zullen worden of niet zo vreselijk lang actief zullen zijn. En dat ze dat compenseren door in de tijd die ze wel hebben heel veel te doen. Veel meer dan anderen. En dat heeft Kriet zeker gedaan. Hij heeft zeker in zijn tijd veel meer gedaan dan andere mensen. Zelfs mensen in het min of meer een vergelijkbare positie. Volgens Jurriaan Hollar is er in deze tijd geen gelijke van Giet Titulaar te vinden. Iedereen heeft er een beeld bij, waar nu tegenwoordig heb je niet meer zo'n één held die alles weet. Technologie gaat supersnel. Toen was hij de Michael Jackson van de technologie wat mij betreft. Ook Smolders koestert de persoonlijkheid van Titulaar. Hij kan maar moeilijk iemand bedenken die met hem is te vergelijken. Giet was natuurlijk wel een echte Limburger en dat is hij ook altijd gebleven. En ik denk dat het verstandig is. Want hij was op die manier natuurlijk heel erg herkenbaar. Waarom zou hij moeten zijn zoals al die leiders uit het noorden? Hoeft helemaal niet. Authentiek in optima forma. Authentiek was Kriet zeker in alle opzichten. En hij is misschien wel voor herhaling vatbaar, maar ik denk niet dat dat nog gebeurt.